Goedemorgen. We beginnen de week vandaag op maandag. En ik was alweer te lui, want ik heb al ontbeten. En ik sta nu op mijn loopbandje. Wat ga ik vandaag eigenlijk doen? Niet zo heel veel volgens mij. Nee. Nou, lekker interessant ook weer dit. Ik ben trots op mezelf. Ik heb nu volgens mij al 6 dagen achter elkaar de loopband gepakt. Behalve gisteren, want gisteren had ik een kater en toen was ik moe. Maar dat was ook op zondag. En op zondag mag je moe zijn. Oké? Op zondag mag je moe zijn. En nu heb ik een beetje te veel lunch gemaakt. Kijk, ik was een beetje wild met de nori-vellen. En toen dacht ik, ja, is ook anders zo zonde. Dus dat ga ik even eten. En ik heb ook nog een sappie erbij. En ondertussen luister ik naar de podcast van Kai en Monica. Nou, het is ondertussen alweer 6 uur. Ik heb een salade besteld. Ja, bij Subway. Met tonijn, paprika, komkommer. En ik weet niet wat er allemaal meer op zit. Heel veel. Dus dat is mijn avondeten. Goed hè? Ik heb mijn dieetje. Ja, doen we eventjes. Er staat wel wijn. Maar goed, weet je, dat is witte droge wijn. Je mag er wel een beetje genieten, hè. Ik bedoel, ik kan niet alles tegelijk. En ondertussen kijk ik Sex and the City. En Carrie heeft een affaire met Big. Terwijl ze met Eden is. En nu wordt het een beetje moeilijk en zo. Een beetje lastig. En dan gaat ze hem kussen. En het is oké. Fuck jou, je gaat gewoon vreemd, bitch. Dus. I didn't know what I was doing. But I was pretty sure I had just entered high-risk relationship behavior. Eat me. 3 days later, Miranda had finally gotten her fill of the sandwich. Okay, that's it. You're not allowed to harass women like that. Eat me. We'll see about that. Dus nu die scène dat ze in het huis is van Big en Natasha, dat is zijn vrouw. Die komt dan thuis, vroeg. En iedere keer als ik dat zie, dan gaat mijn hart zo snel kloppen. Want ik heb dat dus ook een keer gehad. Ik was toen 20 of zo. Dat was al 10 jaar geleden. Maar ik had toen ook, ja, het was toen wel mijn vriend. Dat was die narcistische ex, maar ook gewoon echt zwaar narcist. En ik was toen ook bij hem thuis en zijn vriendin was toen aan het werk of zo, weet ik ervan. Maar zij kwam dus ook ineens thuis. Zij belde hem op om te vragen of hij nog wat nodig had van de supermarkt. En ik zat daar. En mijn hart ging al helemaal tekeer. Maar goed, kun je nagaan. Hè? Ik was 20. Mijn vriend toen was 36 al. En zijn vriendin kwam dus thuis. Maar hij woonde in een appartement. En ik had er maar 1 weg eruit. En dat was zeg maar langs haar. En zij komt beneden aanlopen en ik hoor haar hakken. En ik dacht, oh nee, Jezus, wat zijn we allemaal aan het doen? En hij heeft mij al 20 keer beloofd dat hij bij haar weg zou gaan. Maar goed, blijkbaar, ik geloofde dat toen. Ja. Moet je niet willen. Dus ik ben als een mogol, heb ik mijn jas gepakt. En ik ben die galerij overgerend. En ik denk, ja, ik kan wel naar beneden toe gaan. Maar dan kom ik haar tegen. Ja, ik ben ook niet gek natuurlijk, dat wil je niet. Dus ik ben als een wous helemaal naar boven gerend. In dat trappenhuis. Nou, ik heb nog nooit mijn hart horen kloppen. Ik hoorde hem toen kloppen in mijn hoofd. Was een bijzondere ervaring. Zal ik je ook niet aanraden. Zit ik godverdomme heel verhaal te vertellen tegen jullie en dan gaat die telefoon ineens uit. Nou, ik heb het nu al op. Maar goed, ik stond dus boven in het trappenhuis en ik hoorde haar hakken beneden. Ik stond helemaal boven en uiteindelijk hoorde ik de deur dus weer open gaan. Ik denk, oh, wat is dit? Dus ik ben daar blijven staan. Toen kwam hij ineens naar boven rennen. Hij zei, ja, sorry en doei en weet ik veel wat. Want ik ging natuurlijk naar huis, ik woonde nog bij mijn ouders toen. En toen zei ik tegen hem, shit, mijn telefoon ligt nog bij jou op de bank. Nou, dikke paniek natuurlijk. Hij werd terug naar beneden, naar zijn huis, waar zij is. Kwam hij weer terug en op dat moment zag ik dus wel mijn telefoon in mijn tas zitten. Ik had niet goed gekeken door alle stress. Dus ik zeg tegen hem, ik heb mijn telefoon. Ja, ik kan hem niet vinden, werd hij helemaal kwaad op mij. Dat is natuurlijk ook wel kut, want hij gaat natuurlijk al weg. En ook zo'n oververhit hoofd. En dan komt hij daarna weer terug. En dan gaat hij daarna weer weg. Dus wat hij allemaal tegen haar heeft gezegd, om dat allemaal te bolwerken, ik weet het niet. En daarna ben ik naar de stad toe gegaan. Ik was natuurlijk diep gefrustreerd. En toen heb ik een gaatje in mijn oor laten schieten. En ja, ik heb hem bijna nooit in, maar dat is deze bovenste, zeg maar. Gewoon puur uit frustratie. Dat was toen een beetje mijn
mijn copingmechanisme. Nu neem ik een tatoeage, maar toen mocht dat nog niet. Ja, mocht ik wel, maar deed ik niet. En toen heb ik maar gewoon een gaatje in mijn oor laten schieten. Dus ja, weet je. Mooi verhaal, moet je niet willen. Good morning, my bitches. Ik ben blij, want de zon schijnt. Ik ga zo op het balkon zitten. En ik heb mijn favoriete t-shirt aan van Sublime. I love it. Ik heb droog shampoo gekregen van Johnny Berends. Dat is deze. En hij schijnt helemaal gehyped te zijn. Ja, er werd gevraagd of ik mijn mening hierover wilde geven. Nou, het design is helemaal lijp. Hartstikke leuk. Pas goed bij de nagels. Maar ja, om nou te zeggen van, goh, ik snap het. Ja, het is wel een goed spul, maar ik snap de hype niet echt. Maar goed, dat heb ik wel vaker. Kom, we gaan naar buiten. Gezellig, we gaan naar buiten. Lekker in de zon. Het is volgens mij nog tering koud, maar dat geeft niet. Even voelen. Oh, is fijn. Ik ga nu gewoon hier zitten. Zo, in de zon. Oh, lekker. Vandaag is trouwens de dag dat ik mijn reet ga tatoeëren. Dat ga ik straks doen met mijn nichtjes samen. En ik neem jullie wel mee. Te maken van je eigen reet. Ja, mensen die dit nu zitten bekijken, die dit later zullen gaan bekijken, die zullen echt wel een hele beredige blik op mijn gezicht zien. Omdat ik zo van mijn werk hou. Ja. Ik heb wel anders soort muziek opstaan nu. Ja, toch wel een beetje zin in jouw vakken. Ja, leuk. Wat wil je draaien dan? Moet ik draaien? Nee. Oh. Nee, ik moest de foto zo draaien. Even kijken. Ik had hem in de lengte genomen. Oh ja. Maar als ik hem zo draai, dan is het ook oké. Zie je een hele kinky string er ook bij? Ja, goed. Ja, ik dacht, ik doe deze aan. Dat staat mooi op de foto. Ook voor mezelf. Ja, het kleurt er goed bij. Ja, toch? Ik wel vet. Nou, hij zit erop. Ik laat hem zo meteen wel even zien als ik thuis ben. Mijn nichtje is nu. Die laat ook lipjes zetten, maar dan met een tong. Ik ga zo meteen alles laten zien. Nou, ik weet niet zo goed wat ik nu weer aan begonnen ben. Want nu kan ik 3 keer per dag mijn eigen reet gaan staan wassen. Dus, ik ben weer thuis. En ik ga mijn kont wassen. Kun je dit nou allemaal zien? Oh, dat gaat niet goed. Ik ga hier niet in mijn string staan. Ja, dat heeft toch al half Nederland gezien. Dat zei mijn nichtje net ook al. Je staat in die shop, sta je zeg maar voor een raam. Het is net een shot van showroom waar je zit. En dan hebben ze wel zo'n scherm zeg maar ervoor. Maar ik denk, ja, ik ga niet in mijn string, ga ik dan niet voor het raam staan liggen. Weet je, dat is een beetje te veel van het goede. Maar toen zei ze dus, ja, dat heeft iedereen toch al gezien op tv. Ik vond het een goede grap. Dus, hoe gaan we dit nou doen, hè? Dat is een goede vraag. Oké. Ja, doei. Eeuw. Oké, wacht. Volgens mij kun je hem zo zien. Mooi, ja. Het zijn lippen. Lippen die zo doen. Super vet. Dus, waar is mijn zeep hier? Ik vind het toch altijd het allerkutste van een tatoeage, hè? Dat gewas en dat gehannes altijd. Nou ja. Ik zit nu serieus met 1 bil in de wasbak. Mijn eigen reet te wassen. Dit is content, hè jongens. Dit is mooi. Het is 9:30 en ik dacht, ik ga lekker naar bed. Ben er wel weer klaar mee. Ik heb weer een salade gegeten.
Ik ben echt trots op mezelf. En daarna heb ik Housewives gekeken. Ik ben echt helemaal verslaafd aan die serie. Het is echt niet meer gezond. Ik had trouwens gisteren... of eergisteren had ik Inner Circle gedownload. Ik dacht dat is een keer een andere soort dating app dan Tinder of zo, weet je wel. Maar dan moet je dus meteen al geverifieerd worden. Dus ik heb een foto van mezelf geüpload. Gewoon een foto die ook op Instagram staat, maar met make-up natuurlijk. Alleen, ik had toen geen make-up op. En dan moet je dus een real-time foto gaan maken. Maar ja, die foto's zijn altijd tering lelijk. Dus ik stond er echt zo op. En toen zag dat hoerending geen match in mijn foto's. En dat was wel een beetje confronterend. Ik dacht, ja, weet je, ik ben nu gewoon echt een catfish. Maar goed, goed verhaal. Ik ga nog even TikTokken, denk ik. En ga ik lekker slapen. Trusten. Good morning. Het is donderdag. Ik heb gisteren niet gevlogd, want ik heb gisteren echt helemaal niks gedaan. Dus dan krijg je een vlog waar ik alleen maar zit met mijn salade, The Housewives of Beverly Hills te kijken. En ik weet niet of iemand daarop zit te wachten, maar ik denk van niet. Vandaag wordt eigenlijk weer zo'nzelfde dag. Maar ik denk, ja, ik moet wel een beetje... Hoe noem je dat? Ik moet wel een beetje intunen natuurlijk. Ik heb geen acai-fruit meer, dus ik heb maar mijn Energizing Innocent Smoothie, die nog voor de helft vol zit. Dus, dat is mijn ontbijt. Ik weet niet zo goed wat ik ga doen vandaag. Ik werd wakker en toen dacht ik, nee, vandaag is niet zo mijn dag. En, ik ben niet depressief of zo, maar ik heb gewoon het gevoel dat ik even heel wat moet gaan janken. Maar ik weet niet zo goed waarover. En ik weet niet of ik wat wil doen. Want aan de ene kant wil ik wat doen. Want ik vind dat ik er leuk uitzie vandaag. Mijn haar zit leuk. En aan de andere kant denk ik, weet je, ik blijf gewoon lekker thuis. Maar dan denk ik, ja, dat was ik gisteren ook al. En ik ben morgen ook de hele dag thuis. En iedereen om me heen heeft vandaag ook iets te doen. Dus ik weet het niet. Nee, ik ga er even over nadenken. Gisteren voegde een jongen mij toe op, hoe heet het ook weer, Instagram. En je hebt zeg maar de mensen die wat meer volgers hebben. Volgens mij is dat boven de 10.000. Of die een vinkje hebben. Die komen bij mij helemaal bovenaan in mijn lijst te staan met daarboven prioriteit. Want blijkbaar zijn die mensen dan belangrijk. Nou goed, ik snap het niet helemaal, maar maakt niet uit. Maar die like, die zag ik dus. En ik denk, wie is dat? Want dan kijk ik altijd even. Want ik wil graag weten wie dat is. Misschien is dat een influencer of misschien, weet ik veel, moet ik wel gaan fangirlen of zo. En ik zag een jongen en ja, ik ken hem niet. Hij had wel heel veel volgers, maar hij was niet echt bekend of zo. Volgens mij werkt hij meer achter de schermen bij bepaalde programma's. Maar toen dacht ik, ja, volgens mij ben jij best wel heel jong. Maar hij was wel heel erg knap. Dus ik denk, nou weet je, ik like een foto terug, hè. Maar ik ben natuurlijk echt tering oud. Dus ik snap dat hele... over en weer gelijk naar elkaar niet. Weet je, dan liked hij een foto van mij. Dan like ik een foto van hem. Dan liked hij weer een foto van mij. En dan word ik al moe en denk ik, joh, weet je, stuur dan gewoon godverdomme een bericht naar mij. Je kan toch praten? Maar ik dacht, ik ga er eventjes in mee. Dus ik foto gelijk van hem. Nou, ging hij mij daarna volgen? Dus ik ging hem ook volgen. Toen ging hij weer een foto van mij liken. Toen dacht ik, ja, weet je, nu ben ik wel klaar. Ik ga naar bed. Ik ben een volwassen vrouw. Ik bedoel, volgens mij kun je ook gewoon hoi zeggen. Maar toen dacht ik, ja, misschien ben je wel homofiel of zo. Dat kan ook, er is niks mis mee. Want dan denk ik, ja, dan ga ik helemaal niet tegen je praten. En ik kijk net op Instagram. En dan zie ik dat hij weer een foto heeft geliked. Dus ik denk dat ik maar gewoon hoi tegen hem ga zeggen. Maar ik ben echt bang dat hij gay is. Of dat hij zegt, ik ben 23 of zo. Weet je, maar hij ziet er echt heel jong uit. Maar ja, niet geschoten is altijd mis. Ik las trouwens net dat het vandaag zonsverduistering is. En ik ben wel van de astrologie en de universum shit en zo. Dus ik denk dat ik daar een beetje last van heb vandaag. Ik weet niet, ik heb een beetje mood swings. De ene keer ben ik depressief, dan wil ik janken, dan ben ik weer boos. En ik ben nu een beetje in mijn hele rebelse fase. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik dacht dat ik net aan het opnemen was. En toen ging ik bijna dood omdat ik me verslikte en ik een stukje chili in mijn keel vast had zitten. Dat was leuk. Ik heb een tonijnsalade gemaakt. Moet je zien? Kijk, met ei, tonijn, komkommer, tomaat, chili vlokken. En ja, dus dat. Dus mijn lunch. Ik weet het, het is niet genoeg. Maar
Maar dat is niet genoeg, het is toch gewoon gezond. Ik had een video gemaakt op TikTok. Mensen gingen meteen zeggen, waarom moet je afvallen? Ja, ik weet het niet hoor. Maar heb je mij gezien in die fucking hot tub bij Lang Leven de Liefde? Ja, ik weet dat ik ook een voorbeeld ben misschien voor hele jonge meiden. Dat het niet goed is om diëten te stimuleren. Dat doe ik ook niet. Maar, kijk, zo wil het wel, hè? Maar dan komt wat hieronder zit. Ja, ik vind het gewoon niet mooi. Sorry, als jij het hebt en je bent er blij mee, good for you. Maar ik vind het niet mooi als ik naar mezelf kijk. En ik weet dat je buikvet moeilijk wegkrijgt. Maar goed, weet je, wat is er mis met gezond eten? Er is toch niks mis mee? Dus, ik ging er vanochtend wegen, want ik dacht, hé, ik ben al 3 dagen op dieet. Nu ben ik 5 kilo afgevallen. Ja, blijkbaar werkt dat dus niet zo. En ik dacht nog, ik ga me juist niet wegen, want dat demotiveert mij altijd. En dan zie ik dus dat ik eigenlijk geen grammetjes kwijtraak. Ik zie het wel aan mijn lichaam. Maar dan denk ik, ja, dan kun je net zo goed een bak patat gaan vreten. Maar goed, zo werkt het leven natuurlijk niet. Ik weet nog steeds niet wat ik ga doen vandaag. Ik denk dat ik gewoon helemaal geen ene flukken ga uitvoeren. Gewoon een beetje hier zitten, een beetje kijken, een beetje tegen jullie praten. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en ik ga zo meteen lunchen met mijn moeder bij Bas in de jachthaven hier in Deventer. Nou hoop ik god voor de cholera dat het een beetje mooi weer blijft, want het wordt 18 graden vandaag. Volgens mij gaat het vanmiddag echt tering hard regenen. Maar ik wil gewoon buiten zitten. Het dieet gaat trouwens goed. Ik ben al de hele week braaf salades aan het eten. Vandaag ook nog even. En ik wilde morgen eigenlijk een cheat day doen. Maar ik ga morgen uit eten met mijn familie. En dan heb ik wel gewoon opties om gezond te doen, snap je? Dus ja, ik denk dat ik mijn cheat day ga verschuiven naar maandag. Maar dat kan niet, want dat kan niet. Godverdomme! Of ik moet gewoon een cheat middag hebben. Wat zoek ik? Peuken, waar zijn mijn peuken? Hier. Een cheat middag, dat kan ook wel, denk ik. Nou, boeien. Jij stopt hem gewoon meteen in je bakkes. Je kunt het bovenste broodje er een beetje afhalen. Dan kun je wat makkelijker eraf happen. Anders. Dan heb je niet de ultieme sensatie. Nee, dat is waar. Waarom doen ze dit nou, hè? Dat kan toch niet? Je moet toch gewoon lekker... Gebakken zijn. Ik had laatst veganistische bacon. Oh. Dat was interessant. Ja. Dus net alsof je van een cracker afhapt. Dat was wel lekker hoor, maar ik kreeg dat op een broodje die ook wat harder was. Met tomaat en avocado. Dat glijdt natuurlijk als een helse ziekte. Met dan die bacon erop. Ik zei, hoe moet ik het in godsnaam gaan eten dan? Ik ben weer thuis en ik dacht, weet je, ik ga mijn haar rossen. Want ik heb best wel wat uitgroei. En meestal als ik wat uitgroei heb, zoals dit, dan vind ik het leuk om er even een kleurtje in te gooien. Want dan valt het wat minder op. En ik vind het roze wat leuker als er een beetje wat donkers doorheen komt. Dus ik ga dat doen met de Crazy Color Candy Floss. Die kun je gewoon halen bij de kapperswinkel, of bij de kapperswinkel online. Ik heb hem volgens mij van...
kapperszaak.nl, weet ik veel, haarzaken, je hebt ze overal wel. Ik heb een bakje gevuld met verf. Ik heb hier nog wat in zitten. Een kwastje. En ik ga nu eigenlijk gewoon mijn hele haar doen. Ik moet eigenlijk nog avond eten, maar ik zit nog heel vol. Dus ik heb maar gewoon wijn. Ja, het is echt een kutvoorbeeld dit, maar ik moet nog wel wat eten. Maar weet je, het is nu 6 uur. Ik zit nog vol. Tegen de tijd dat ik honger krijg is het 8 uur. Ja, dan ga ik niet meer eten. Ook al heb ik honger, ik lig vaak om 9 uur, 9:30 in bed. En ik vind het niet fijn om met een volle pens te gaan slapen. Dus misschien nog even wat een gebakken eitje maken of zo. Anyway, ik ga even mijn haar doen. En ja, dat was het. Zo, het zit erin. Het ziet er niet uit. Maar we gaan het zien. Jullie gaan het morgen zien. Doei! Goedemorgen. De zon schijnt. Ik ben blij. Het is zondag. Ik ga straks mijn nagels even lakken, want ik was een beetje klaar met neon. Ik ga denk ik een beetje een soort van peach kleurtje of zo doen. Dit is mijn haar geworden, even uit de zon. Het is in het echt wat roze. Op de camera zie je het niet heel goed. En iedere keer als ik dit heb, denk ik, oh, ik wil voor altijd roze haar. En na 2 dagen ben ik er klaar mee. En het scheelt dat het na een week is het er ook weer uit, want het is 2 keer wassen en dan is het heel erg vervaagd. Het is in de zon. Ja, je kan het niet heel erg goed zien. Nou, ik beloof het je, het is suikerspinroze. Vanavond hebben we een familieetentje. Dat doen we 2 keer per jaar met de Nederlandse kant, dus dat is mijn moeders kant. Gaan we uit eten met z'n allen. En op de een of andere manier, ik ben een beetje agressief en ik weet niet zo goed hoe dat komt. Ja, waarschijnlijk omdat het Mercury retrograde is. Ik geef dat gewoon de schuld. Ik ga eventjes van mijn agressieve energie af. Ik ga even een stukje lopen op de loopband, denk ik. Dan ben ik het even kwijt. En ik ben nog even aan het twijfelen of ik vandaag wel of geen cheat day doe. Ik denk het niet, want ik voel het niet echt. En als ik cheat day heb of ga hebben, dan wil ik zelf uitmaken wat ik eet. Dan hoef ik niet naar een restaurant toe, want dat is toch vaak wel een beetje gezond. Dus ja, dat zijn echte problemen. Je zal er maar mee zitten. Ik heb net een half uur gezocht naar een broek. En die probeer ik nu aan te trekken. Maar dan zie je mijn hele toestand daar beneden. Wacht. Ik ben heel veel naakt in deze vlog. Of niet naakt, maar... Oh. Ik kan ook gewoon uit beeld lopen. Dit is leuker. Yes! Dikke scheisse. Ik heb straks mijn familieetentje. Volgens mij heb ik dat al gezegd, maar ik heb die mensen niet meer gezien nadat mijn uitzending op tv is geweest. Dus ik kan mij er iets bij voorstellen dat zich een mening heeft gevormd over het feit dat Laura de Hoog een geslachtsgemeenschap heeft gehad op nationale televisie. Kan. Kan ook niet. Misschien word ik wel met open armen ontvangen, zeggen ze. Laura, ik ben al zo trots op jou. De enige die niet voor nageslacht zorgt ben jij, maar je neukt wel op televisie. Geen idee. Anyway, ik zweer het je, ik zie er in het echt niet zo verrot uit als dat ik nu op dat scherm doe. Wat? Het lijkt wel alsof ik gezichtscholera heb of zo. Jongen, het druipt dan door, hoerenlimoen. Hoerenlimoen. Ik heb huurverhoging gekregen. Nou. Ja, ik wil het er gewoon ook eigenlijk helemaal niet over hebben. Ik betaal godverdomme een godsvermogen om in een fucking flatje te wonen, wat helemaal niet boeiend is. Ja. En als ik een huis wil kopen, waar ik ondertussen ook gewoon genoeg eigen geld voor heb. Een klein percentage van de koopsom. Nee, je verdient niet genoeg voor een hypotheek. Ja, weet je, de hypotheek die ik daarop moet krijgen is godverdomme de helft van de huur die ik hier betaal. Is dat niet normaal? En die mensen die hier ook wonen, nou, dat mag ik niet zeggen. De mensen die hier ook wonen, die werken allemaal niet. Die krijgen geen huurverhoging, hè? Die krijgen huurverlaging. Hier met dikke anus voor in, jongen. Mijn bolle toeten.
Oh. Als ik toch op een dag besluit om alcoholist te worden, dan ga ik me eigenlijk gewoon doodzuipen aan tequila, denk ik. Weet je hoe lekker dat is? Met een limoentje erbij. Oh, I love it. Nu ga ik niet meer drinken, want ik ben dronken zo meteen. En dit is not de bedoeling, hè? Ik heb zo'n vliesje tussen mijn tanden zitten. Kijk toch maar door. Oortjes erop. Oh. Ja, dat heeft een snaveltje. Ja, dat zon zit hard. Je hebt gamba's. Ja. Gamba's. Lekker. Oh. Mooi. Mag ik nog een wijntje? Ja. Ik had Pinot Grigio. Je zou heet zijn als mijn bot is mijn bot ook haat. Mag ik dit houden, denk je? Nou en? Dat is een geldbok. Maar dit ligt hier ook in. En dan ga ik zo, kan ik dan... Oh, dit is niet zo mooi. Nee. Oh, leuk. Love it. Nee, dat doe ik niet. Oh, en ik wel. Oh, nu kan ik het niet meer. Laura, wat doe je dan? Ja, dat kan ik dan. Ik kan het dus niet meer, oh jawel. Wat doe je? Maar dan gaat mijn middelvinger heel omhoog. Ja. Als ik dit doe. Ik krijg dit omhoog. Ja, ik hoor van iedereen. Ik kan ook in slot gewoon zitten. Nee, dat kan niet. Nee, ik moet voorzichtig met jou doen met je knieën. Deze kan ik wel omhoog doen. Deze kan ik wel omhoog doen. Hoog sensitief. Hou op. Spak een raar met je armen uit je kop. Oh. Ja, dan krijg je dat gezeik weer. Moet je bij jou zitten. Ik heb meer kracht voor jou, denk ik hoor. Die zo. Ja, die kan ik ook wel. Die moet ik zo. Weet je waar ik de hele tijd voor was? Ik kwam het parkeergarage uit. En iemand die kwam van rechts. Maar ik had zorgen. Je staat er helemaal niet op. Ik wil een keer dit, hè? Ja. Ik moet wel. Nu wel. Jay, oké. Ik denk dat je daarnaast ook in de rit inhaalt. Nou, ik ben weer thuis. Het was hartstikke gezellig. Ik had me helemaal niet druk hoeven maken over wat mensen vonden van mijn hele langlevende liefde optreden. Dat wist ik ook eigenlijk wel een beetje van tevoren. Maar ik ben gewoon een beetje dramatisch van mezelf. Kan ik ook niks aan doen. Jezus, wat een licht. Even normaal. Oké, ik ga mijn make-up eraf halen. En dan ga ik naar bed. En dat was de weekvlog van deze week. Ik hoop dat iedereen genoten heeft. Ja, bla bla bla. Abonneer je op mijn kanaal. I love you. Bye bye.